is weer voor de eerste keer sinds een aantal weken dat de meiden van deze Rick de Roy op het veld staan. Voor de wedstrijd tegen FC Zwolle. Het is de eerste van de tweede competitiehelft. En VVV gaat in de wedstrijd direct goed van start. Een aanval hier van Lieke Martens. De bal die wordt gered en dus levert het niks op. Maar het zet wel de toon van deze wedstrijd. VVV de betere ploeg. Lieke Martens dan. Opnieuw wordt onderuit gehaald. En de scheidsrechter is onverbiddelijk. De bal die gaat op de stip. En deze Leni Onzia die mag de strafschop nemen. Het fluitje klinkt. En de bal wordt beheerst binnengetrapt. Het gaat er makkelijk in. 1-0 dus. Een goed begin voor de dames van VVV in deze tweede competitiehelft. Ze laten er geen gras over groeien. Gaan direct weer in de aanval. Vanity Liberessa maakt gebruik van het geklungel in de verdediging. En brengt haar ploeg op de 2-0 voorsprong. Ziet ook een tevreden Rick de Roy, de trainer. We gaan dan langzaam richting de rust. Dan is er een vrije trap voor FC Zwolle. Judith Vrijling die mag hem nemen. En zij profiteert ervan. Schiet de bal binnen en maakt er 2-1 van op slag van rust. Krijgen de dames van VVV dus nog heel eventjes moeilijk zo vlak voordat ze naar de T gaan. Heel even maar hoor, want hier direct uit de spelhervatting is het weer een mooie aanval. Vanity Liberessa brengt de bal voor. En voor de tweede keer is het Lieke Martens die hem binnen weet te tikken. Comfortabele 3-1 stand dus bij rust. De tweede helft dan. De keepster van VVV mist hier de bal. En dus weet FC Zwolle te profiteren. Judith Vrijling scoort de 3-2. En dus is het een slecht begin van het tweede bedrijf. De dames van VVV hebben het even lastig in deze fase van de wedstrijd. Een kans hier van Vanity Liberessa dan. En zij scoort hem gewoon. Maakt dat het weer 4-2 wordt. En dus dat de dames van VVV eventjes lucht hebben zo halverwege de tweede helft. De bal gaat dan weer richting het doel van FC Zwolle. Maar die verliezen de bal, trappen hem terug, de dames van VVV. En die lijkt dan nergens heen te gaan. Maar dan in één keer is ze daar, Lieke Martens. En ze scoort de 5-2 voor VVV. Lieke Martens uit het niks maakt ze de 5-2. En zorgt ze ervoor dat de overwinning veilig is voor de dames van VVV. Een overwinning direct na de winterstop en dat is een heel erg goed begin. Ja, ik vond het wel lekker gaan, ja. Ja, volgens mij 3 punten, dus het ging best wel goed. Ja, we hebben bewust gewacht met oefenwedstrijden spelen, zodat elke speelster honger zou hebben naar een wedstrijd. Ja, dat hebben we vanavond teruggezien, dus inderdaad heel tevreden. Het gaat steeds beter en ik hoop dat we die lijn ook doortrekken. Ja, kijk, we sluiten nu aan. Ook al zijn er geen andere wedstrijden gespeeld, zij moeten die wedstrijd nog winnen. En wij willen heel graag nu doorzetten wat we voor de winterstop hebben gedaan. Ja, en dat plan zijn we nu gestart en wij kloppen weer langzaamaan aan.